nieuwsuitzending nummer 019, denk ik. En voor degenen die de vorige uitzending over dit ding niet hebben gezien, die moeten naar 017 kijken, dacht ik. Dan komt het ook, wordt het ook besproken. En dan bespreek ik de eerste drie pagina's, ongeveer dat hier. Oh. Dan hier. Dus die staan daar allemaal. En ik neem hem op bij pagina 4. En waar het hier om gaat, het is een document van justitie aangaande de zaak Marianne Waadstra. En Marianne Waadstra, dat was een jonge Friese vrouw. En die is op zaterdagochtend 1 mei 1999 vermoord aangevonden bij haar lichaam in een weiland. En de lokale bevolking die heeft altijd lopen roepen van ja, dat asielzoekerscentrum, dat heeft ermee te maken. Nou, misschien is dat zo. Dat weet je niet. Maar er werd heel raar mee omgesprongen. En dit is een document. Even kijken uit welk jaartal dit is. Wat ergens staan. Hè? Allemaal dingen uit. Het is 2010 volgens mij. Het document is van voor dat grootschalige DNA-onderzoek. En dat was eerst, hè? Of nou, dat was dus het laatste, hè? Maar dit is van voor dat grote DNA-onderzoek. En toen hebben ze dit gepubliceerd. En ja, ik weet niet of ik het nog kan vinden op de website van het OM. Dat zou ik een keer opnieuw moeten proberen. De oude linkjes die werken. En we waren gebleven bij pagina 4. Dat hij dus die andere man. En die heeft dus die ene man en die andere man. En die ene man die heet dus Ali Hussein Hassan. En van Ali Hussein Hassan hadden ze niet echt een duidelijke foto. En toen zei ze dus. Is het rechercheteam of zo, die is naar het asielzoekerscentrum gegaan. En die heeft aan die asielzoekers gevraagd van, is dit een duidelijke foto van Ali Hussein Hassan? Nou, en niet alleen die asielzoekers wisten dat die foto van Ali Hussein Hassan was, maar ook de beveiligers. Die wisten het ook. Voor de rest was er kennelijk niks in het asielzoekerscentrum. Gewoon een beetje stromend water en ja, potje koken en... ja, beveiliging. Tegen wat eigenlijk? Tegen de asielzoekers? Dat die asielzoekers geen rottigheid uit gaan vreten. Kijk, en op de avond dat Marianne Waadstra dus verdwenen is, was er een groepje asielzoekers naar Koningin de Nacht gegaan. Koningin de Dag. Koningin de Dag. Ja, die jongens willen ook een beetje fun. Nou, dat was het. En die jongens liepen de hele tijd te eikelen. Dat wel. De lokale bevolking was ja, een beetje spanning gaf dat. En dan gaat het er allemaal om, dat was er dus eentje, en die heet Ali Hussein Hassan, en die is gewoon echt pleiten gegaan. Ja, er zijn er gewoon twee mogelijkheden, of het is vrij normaal dat een asielzoeker de kuierlatten neemt, en dan komt ze dadelijk nog helemaal aan het woord van hoe het allemaal komt. En die gaat gewoon even terug naar Turkije van, ja leuk hoor, asiel hier in Nederland, maar ik moet even naar mijn tante Geertje. Ja, of hij heeft echt de kuierlatten genomen. En daar zijn dus getuigenissen van. Dat hij helemaal crazy was. Oké,
Oké, de officieren van justitie laten in de zomer van 1999 internationaal opsporings- en aanhoudingsverzoek uitgaan om Ali Hussein Hassan te arresteren. Dat is in de zomer van 1999, dat is een vage aanduiding aan wanneer werd hij ook alweer door de Turkse politie gevat. Ja. Het is echt lastig te lezen. Als je dit niet goed leest, je moet de hele tijd terugbladeren om te zien wat er nou precies in hand is. 9 oktober. Onthouden. In opdracht van de Friese officier van justitie. En dan krijg je hier... De zomer van 1999. En dan mag je zelf uitrekenen hoe lang men er in Turkije over doet om een ontsnapte asielzoeker te arresteren. Want hij heeft toch asiel aangevraagd hier in Nederland? Wat doet hij dan terug in Turkije? En dat werd eerst genoemd in opdracht van de Friese officier van justitie. En hier wordt dan gesproken over een internationaal opsporings- en aanhoudingsverzoek. Een beetje uitvergroot voor jullie. De officier, deze hij die verwijst naar de officier van justitie. Dat is dus de Friese officier van justitie. De officier van justitie van bureau Leeuwarden, denk ik. Hij merkt de persoon aan als verdachte, omdat de persoon in de nacht van de moord verdwenen zou zijn en omdat hij bevriend is met die andere persoon die slachtoffer eerder bedreigde. Nou, dat zou ik ook zeggen. Iemand is pleiten. Punt 1, hij is een asielzoeker. Dus hij hoort niet zomaar te vertrekken. En als je terug gaat naar Turkije, dan wil ik gewoon die vent hier nooit meer zien. Want ik beschouwt in Nederland als een soort vakantieland. Van, oh leuk joh, ga even naar de poolplaats. Kijk, wij moesten vroeger voor de poolplaats vet betalen. Tenminste, ik ben er nooit geweest. Maar mijn ouders, mijn gezin, gingen we ook naar... Ja, dat was het bosbad Hoeven. En dan kon je daar een paar weken op de camping staan. Maar hij zit hier een beetje gratis met een uitkering. En die gaat gewoon terug als het hem uitkomt. En dat de persoon bevriend is met Feik, die Marianne eerder bedreigde. Even kijken, klopt dat dan wel? Ja, want dat Feik wordt op 19 mei verhoord. Dus na zijn verhoring... Even kijken, want wanneer is het dan? Oh, erg wakker. Noorwegen. En nu gaan we dus helemaal, worden we de andere kant op gestuurd. Ik ga eventjes, ik doe alleen maar dit. Het duurt ons veel te lang. Via Interpol in Oslo wordt een en ander helder. Dus en, waar het hier om gaat is dat er is een verhaal de wereld in geslingerd dat degene die het gedaan heeft, dat het gaat dan weer om een enkel persoon. En niet dat het ging om een groep van personen. Maar er was ook iemand en die heeft in de bak gezeten in Noorwegen. En een beetje vaag verhaal. Nou, Turkije. Waar is hij dan wel?
Op 28 augustus 1999 houdt de Turkse politie op verzoek van de Friese officier van justitie in Istanbul een man aan. Hij heeft dezelfde naam als de gezochte Ali Hussein Hassan. Maar uit onder meer een vergelijking van zijn vingerafdrukken blijkt het toch iemand anders te zijn, constateert het rechercheteam. Het onderzoek gaat verder. Dus, justitie heeft gezegd, kan je even Hans Jansen oppakken? Hans Jansen? Ja, Hans Jansen, je weet wel, Hans Jansen. Ik zal even een fotootje faxen, ja. Even, want Hans Jansen is ontsnapt uit het asielzoekerscentrum hier. Kan je het horen? Maar Ali Hussein Hassan, man. Kom op, hoeveel heet er wel niet zo? In een extra uitzending van SBS 6 verschijnt maandag 30 augustus 1999 voor het eerst de pasfoto van de persoon die wordt verdacht van de moord op slachtoffer. Ook de vriendin van slachtoffer ziet de opsporingsfoto. Zo. Oh. Dus ze hadden de foto van persoon nooit aan vriendin van slachtoffer laten zien. Dat gebeurde pas... Dat gebeurde pas 30 augustus. Dus ze hadden in de zomer van 1999 al een gedacht van ja, we moeten hem even hebben, weet je wel. En ze, die vriendin, die hadden ze nooit die foto laten zien. 4 maanden na de moord denkt zij dat het gezicht van de persoon die langer dan 1,80 meter is, van dezelfde persoon is die zij op Koninginnedag zag. De mollige, korte man met het bierbuikje en de getinte huidskleur die met zijn petje en zonnebril op samen met die andere persoon door Kolm liep. Snap je hem nog? Want dit wordt de grote crux zo dadelijk, hè? Want dit gaat erom hoe dus er is dus een asielzoeker verdwenen ten tijde van de moord van Marianne Vaatstra. Wanneer die precies voor het laatst gezien is, is niet bekend. En misschien was hij wel 2 dagen van tevoren vertrokken, misschien is hij wel totaal onschuldig. Ook in het laatste geval, dat meneer gewoon eventjes naar Turkije vertrekt voor een lekker vakantiereisje. Ja, daarvoor zijn volgens mij niet asielzoekerscentra. Ja, dus hoe het ook maar zit, er zit hier iets fishy. Dat is zonder meer. En wat ook kan, is dat hij gewoon afgevoerd is. En ze moesten een zondebok hebben. En ze hebben gewoon een veelheid aan zondebokken in de rondte gestrooid. En uiteindelijk is Jasper Steringa tegen de lamp gelopen. En Jasper Steringa overtuigt je niet dat hij onschuldig is. Het is niet alleen een fysiek drama, het is ook een psychologisch drama. Niet alleen voor sociologen, deze exercitie die ik nu voor jullie doe. En ik hoop dat hier jonge kinderen tussen zitten die met mij gewoon lekker Nederlands willen leren. Ja, lekker leuk. Er is veel gebeurd in Nederland. Er is niet alleen de Tweede Wereldoorlog. Samen met die andere persoon door Kolm liep. Dus de vriend van de persoon. Want het ging erom, hebben ze de goede persoon gearresteerd. En de justitie zegt van wel. We hebben de goede persoon gearresteerd, maar zijn DNA kwam niet overeen met het DNA van de moordenaar wiens lichaam we niet hebben.
Toen, ja, ik wil het niet al te morbide maken, maar toen John F. Kennedy werd doodgeschoten door Lee Harvey Oswald, als dat überhaupt waar is, maar stel, weet je, stel dat is waar. Maar er zat niet het DNA van Lee Harvey Oswald op John F. Kennedy's dead body. Snap je? Je weet niet hoe het in elkaar zit, maar je kan niet zeggen van, oh, dit is het DNA van de moordenaar. Misschien had de moordenaar wel handschoentjes aan. Of gebruikt hij een pianosnaar? Weet jij veel? Nooit een horrorfilm gekeken? Maar was Ali tijdens Koninginnedag eigenlijk wel in Friesland? Maar dat doet er natuurlijk niet toe. Was hij wel op de plaats delict? Daar gaat het om. Of in de buurt daarvan. Maar goed, in Friesland. Als hij in... Weet je dat ding daar bovenin ook weer, waar je naar die eilanden kan. Ach, die naam die ontschiet me altijd weer. Weet je. Misschien was hij wel in Stavoren. Nou, dan zit je mooi in Stavoren. Ja, dan kan hij er niks mee te maken hebben hoor. Of Witsum, ben ik ook laatst geweest. Dat was nog voor minder dan 5 jaar terug. Nou, you believe me. Als jij tijdens Koninginnedag in Witsum zat, kan je er niks mee te maken hebben gehad. Kan helemaal niet. Op de fiets of zo? Ja, tenzij je natuurlijk een goede BMW hebt. En dan moet je wel eens een route ding hebben. Oh, joh, voordat je Friesland. Maar je bent er eerder verdwaald dan in een bos hoor. Een getuige. Ja, weet natuurlijk niet wie. Ik lees even voor. Een getuige vertelt de politie in oktober 1999 een ander verhaal dan dat van de beveiligers en de bewoners van het Colmar Asielzoekerscentrum, dat is dus de poolplaats. Deze getuige, een Irakese asielzoeker die in Haarlem woont, herkent persoon op 1 oktober 1999 van de foto die weer op televisie vertoond wordt. Okie dokie, was het ook weer? Als dat even checken. 1 oktober, een foto. En die andere was, oh, die foto werd vertoond op 28 augustus. Nee, 30, oké, weer eens ingewikkeld. 30 augustus. Voor het eerst de pasfoto. Oké, dus op 28 augustus houden ze die man aan, die de persoon moet zijn, die ze zoeken, die ontsnapte asielzoeker. 2 dagen later gaan ze dan de pasfoto van hem tonen. Maar dan hadden ze hem al in beeld, dus zie je hoe ontzettend vernuchtje hier wordt. Want die Turken, die hebben ze dus op 28 augustus 1999, hadden ze hem gewoon. En in die tijd had je een facsimiel, hadden ze gewoon. En je kan alles facsimielen. Je foto, hè? Helemaal geen probleem. Hè? We hebben allemaal die opnames gezien van Neil Armstrong op de maan. Nou, dan moet je toch ook wel een foto kunnen laten zien op 28 augustus als je hem aanhoudt. Ik weet niet hoe laat dat geweest is, maar dan moet je toch minimaal op 29 augustus de foto doorhebben. Kom, ja, ik heb ook eens een dag hard te werken. Hè? Dan mag justitie ook wel een keer. En dan hebben ze dus op 30 maandag, dus hier had moeten staan, dus als maandag 30, dan heb je dus zondag 29, zaterdag 28. Nou, en dan krijg je dus voor het eerst, en dan tonen ze alleen maar de pasfoto. Oei. En waar ging het dan om? Want wanneer zag die andere man
1 oktober, dan ziet hij weer die foto. Dat is dus die pasfoto. Nog steeds niet een gewone foto. Ja, waarom zou je dat ook doen? Nou, dan komt de getuigenis volgens het dossier. Eind april 1999 krijgt deze getuige een telefoontje van persoon. Het gaat niet zo goed met hem in verband met zijn hartklachten. Dat hebben we eerder gelezen. Bovendien verveelt persoon zich. Hij wil graag langskomen in Haarlem. Persoon is welkom. Hij arriveert op donderdag 29 april 1999 op het station in Haarlem. Een treinreiziger die zich identificeert als persoon is volgens een brief van de NS diezelfde donderdag zonder geldig kaartje betrapt in de trein tussen Den Helder en Haarlem. Ja, zo gaat dat met die asielzoekers. Hè? Dus dat kan allemaal gewoon. Dat is gewoon allemaal geen probleem. Hij is betrapt. U bent betrapt! En toen? Er was een bonnetje geschreven. Mij hadden ze gearresteerd volgens mij. Maar, je moet altijd gelijk pinnen als bij de lul. Maar iemand als de persoon die ze zoeken en die dus kennelijk onvrijwillig verblijft in de poolplaats. De persoon werd gewoon vastgehouden in de poolplaats. Want hij verveelde zich. Maar gadverdamme, in Turkije, een Koerdistan, daar moest ik de hele tijd werken. Hier kan ik gewoon lekker wiet verkopen. Dat weet ik nu ook nog. Maar nou verveel ik me. Ik wil naar Haarlem. Een dag later, op Koninginnedag, was Ali nog in Haarlem. Was de persoon nog in Haarlem. Herinnert de getuige zich een paar maanden later. We zijn samen op de vrijmarkt geweest. Op zondag of maandag. Dus, na de moord op slachtoffer, vertrekt de persoon weer met een strippenkaart en 50 gulden op zak die hij van de getuige krijgt. De persoon vertelt hem nog dat hij naar zijn familie in Turkije wil. Ja, ik snap dat heel goed. Ik heb zo ontzettend medelijden met al die Turken die hier zitten en die moeten onze patat maar bakken en onze onzin aanhoren en die ingewikkelde taal de hele tijd. Die jongens willen ook een keertje even vrij af van die Hollanders, weet je wel. Even cool down, shit down, hè, joh. Even de bodroom. En dan praten ze daar dus, ik kan het niet. Ik heb ook nooit echt goed Turkse les gehad of zo, maar ik ben ook niet zo. Van Engels moet ik al bijna over mijn nek. Om over Frans dan maar te zwijgen. Maar goed, laten we niet afdwalen. We moeten het leuk houden. Dus de trouwerij gaan we nu naar terug. Want hij gaat dus naar zijn familie in Turkije. Ja, dat kan je zo hebben met Turken, hè? Als je ze tegen hun wil opsluit in de poolplaats in Friesland. Bij Colm of all places. En dan heb je ook nog een trouwerij. Dus ja, als je iets van, ik ga lekker naar mijn trouwerij, hoor. Hij had geen geld voor de trein. Ik denk wel, maakt mij het uit. Ik beweer gewoon dat ik een illegale asielzoeker ben. En ik kon er wel mee weg. Ik ga naar mijn vriend in Haarlem. Dan kan ik 5 tientjes bietsen. En ik ga gewoon met mijn stok op mijn rug. Met mijn rugzakje, weet je. Zo'n zakje met spulletjes. En dan gewoon een stok op mijn rug. En ik zet hem de vaart erin. En ik loop gewoon naar Turkije. Of weet ik veel wat. Hij heeft nog een dealtje lopen. Of is hij naar Wezen gegaan of zo in Duitsland, ergens heel goedkoop. En die andere, die 50 gulden, die kwamen wel lekker binnen, ja. Nou goed, maar dezelfde getuige tipt de politie in oktober. Wacht even, want dit is dus weer daarna.
Want hij, de getuige, dat is een Irakese asielzoeker die in Haarlem woont. Die herkent hem dus op 1 oktober van de foto. En diezelfde week vertelt hij de Friese politie zijn verhaal. En dan dezelfde getuige tipt de politie in oktober na wat telefoontjes met familie en kennissen in Turkije over de verblijfplaats van de persoon. De broer van de persoon, het lijkt wel een doktersroman. De broer van de persoon trouwt zaterdag 9 oktober in Istanbul. Daar houdt de Turkse politie de gezochte verdachte, dat is de persoon, aan. Zijn vingerafdrukken die de Turkse politie op 10 oktober afneemt. Dus daar hadden ze een dagje voor nodig. Ja. Ik ben een keer op Schiphol gearresteerd. Nou, ze hadden mijn vingerafdrukken te pakken voordat ik Mississippi kon spellen, hoor. Ik was gewoon een beetje onbeleefd geweest, zou ik zeggen. Mijn dochter die zat er echt van, oh, dat is mijn vader weer. En die heeft het ook echt moeilijk mee gehad. Maar dat was gewoon in no time, hadden ze mijn vingerafdrukken. Maar die Turken, dat, ja, dat heeft dus een dag geduurd. Maar die komen overeen met de afdrukken die de vreemdelingendienst heeft afgelegd, heeft vastgelegd toen de persoon 22 september 1998 Nederland binnenkwam. Oh, mooi. Dus de moraal van dit verhaal, dat snappen we nu al. Dat men heeft het dus over iemand met de naam Ali. Waarvan verteld wordt dat hij dus een wietshop, dat hij boven een wietshop een kamer had. En die was dan kort en dik en had een buikje. En heb je dus deze Ali. Maar ja, iedereen daar, nou niet iedereen natuurlijk, maar heel veel mensen daar heten Ali. Dus logisch gesproken is het niet zo'n sterk argument dat iemand dezelfde naam heeft. Hè? Het gaat er natuurlijk om, wat is er nou precies met slachtoffer gebeurd? Want zij zou namelijk gewoon met de regiotaxi naar huis gaan. Dat zei haar moeder. Want ze was ongesteld, dus wippen met vriendjes had het toch niet. De officier van justitie en enkele rechercheurs reizen af naar Turkije. De officier herkent de persoon als de man die op de opsporingsfoto staat. Kijk, we hebben dus al gehad dat de asielzoekers hebben hem herkend van de foto. De beveiligers, maar ook de officier van justitie. De Friese officier van justitie zegt, dit is hem. Dat was de man die in ons asielzoekerscentrum zat. Terug jij! In het bijzijn van de Nederlandse opsporingsambtenaren staat de persoon wangslijm af. Oh, en waar is dat voor nodig? Maar toen ik te kijken dat het niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne. De persoon vertelt de officier van justitie dat hij in het asielzoekerscentrum van Kollum had gewoond en ook laat hij weten dat hij eind april in Haarlem was. Daarna is hij vertrokken naar zijn familie in Turkije. En die officier zei, nou dat dacht ik al. Ik dacht al, waar bent u nou? En nu ben ik ook in Turkije, net als u. En ik zie u nou, dus volgens mij bent u ook in Turkije. Oh, vandaar. En die officier van justitie, die kon zich wel van zijn kop slaan. Hoe kon ik zo dom zijn? Natuurlijk is die Turk lekker terug naar Turkije. En het heeft, of het, dit is ons belastinggeld, hè? Dit is onze krant. Na de arrestatie zoekt een verslaggever van SBS6 de persoon op in Turkije. Netjes geschoren en zonder het baardje dat de persoon op de opsporingsfoto nog had. Wacht eventjes. Op je paspoort mag je niet eens met je bril staan. Oké, okay, maar gewoon op de pasfoto met al je baardhaar. Oké. Okay. Cool.
heel makkelijk je vermomming afdoen, hè? En zonder het baardje dat de persoon op de opsporingsfoto nog had, vraagt hij zich voor de camera af aan wie hij de verdenking te danken heeft. Ik lees hem even af. Hij draagt bruine leren halfhoge schoenen, zoals de getuige eerder vertelde. Ali zegt dat hij hartklachten heeft, wat ook blijkt uit zijn medische dossier. Nou. Ik zal hem even weer wat uitvergroteren. Oh, ik mee kunnen lezen. Nou, de persoon waarvan ze denken dat het de persoon is, van hem moeten we hebben. Dat gaat dus over die, er was een asielzoeker in Nederland en die heeft de kuier laten genomen. Die heeft ook nog een trein, in de trein gereisd zonder te betalen, van zijn vriendje vijf tientjes gebietst en die is weggegaan naar, voor zijn bruiloft in Turkije. Die zoeken dus. Want wat weet hij van de moord op Marianne Vaatstra? Dat is de vraag. Want het gaat om haar zaak. En die zaak moet uitgezocht worden. Als meisjes stout zijn, dan weet ik wel wat. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Maar dit mag niet zomaar gebeuren. En die moet opgelost worden, want dit zijn eikels. En ik wil geenszins impliceren dat enige blaam slachtoffer treft. Sterker nog, ik doe dit voor haar. En iedereen doet wel eens wat fout. Wie zonder zonde is, die gooi je de eerste steen. Nou, op de opsporingsfoto, dus de paspoortfoto, dus de pasfoto, had hij dus een baard. En nu heeft hij dus geen baard. Ja, hebben ze op zijn vingerafdrukken of wat? Wat maakt dat nou uit? Je hebt toch zijn ogen, zijn schreeuw. Kom op, man. Aan wie hij de verdenking te danken heeft. Nou ja, kijk, het punt wat de persoon zich dan mag afvragen, dat het wel heel toevallig is dat op het moment dat hij vermist werd, dat was precies na de moord op een burger. Te weten, een 16-jarige vrouw. En als je dat niet snapt, dat als je in diezelfde periode de kuilatten neemt en ook nog een keer in de trein gaat reizen zonder kaartje en 50 euro gaat bieden bij je vriend en de eerste beste, weet ik veel wat, van vlucht neemt en dan ga je lekker naar de bruiloft van je neef, was het je broer? Ja, dat komt een beetje vreemd over voor mensen die weten dat 1 plus 1, dat kan je best 2 noemen. Ook één hoor, man. Kijk, en Ali zegt dat hij hartklachten heeft, wat ook blijkt uit zijn dossier. Ja, uit welk medisch dossier? Zijn Nederlandse medisch dossier? Dat wisten we al. Had hij ook een Turks medisch dossier? Ze hebben aan de Turkse overheid gevraagd van, is dit de persoon die wij zoeken? Want de persoon die wij zoeken, die heeft hartklachten. En toen zei die Turkse arts, ik zal even in zijn dossier kijken. En hij zei, kom ik te boe... Ja, ik kan geen Turks. Maar op zijn Turks zei hij van, joh, dat klopt. Dat hebben wij ook geconstateerd. Dat is die persoon die heeft bij jullie asiel gezocht. Hè? Ja, en die kreeg hartklachten. Die moest terug naar Turkije. Ja, dit is toch geen info, mensen? En dat hij draagt dus, dat is dan tijdens dat interview, draagt hij bruine leren halfhoge schoenen. Zoals een getuige eerder vertelde. Dus kijk, Ali is dus, de persoon is dus op halfhoge
bruine leren schoenen gesignaleerd in het asielzoekerscentrum De Poelplaats. En dus na de arrestatie, en dat was dus echt, was hij al een hele tijd pleiten. Even kijken, dat moet dus ergens in, want hij is dus gearresteerd. Hij is gearresteerd. Je kan het echt niet vinden. 9 oktober. Ja, dat was het, ja. Pagina 1. Ja. Kom. Computer, work. Yes. Kijk. Hier. Even zoeken. Er zijn zoveel leugens. Kijk, hij is dus 9 oktober is hij dus gearresteerd. Dan kan hij geen medisch dossier hebben in Turkije. Dus ze zijn erop toegestapt en ze kwamen dus iemand tegen. En die hadden ze net als toen bruine leren halfhoge schoenen. En ze vroegen aan hem, meneer, heeft u hartklachten? En u mag niet liegen, denk erom hoor. En zei hij, ja, ik heb hartklachten. Mooi zo. U bent het. Heel slecht detective verhaal. Na de uitzending ontstaat verwarring over de identiteit van de persoon. Zo verklaart de vriendin van Marianne dat de man op de eerder getoonde pasfoto beslist niet dezelfde persoon is als degene die in de uitzending geïnterviewd wordt. Ze heeft de korte, mollige man in haar hoofd die zij op Koninginnedag met die andere persoon door Kolm zag lopen. Of de man met de zonnebril en het petje op Ali heette, weet de getuige niet. Ik kende die persoon helemaal niet. Oké. Erg hoor dit. Lees het maar eventjes door. Na de uitzending ontstaat verwarring over de identiteit van de persoon. Ze zijn op zoek naar een bepaalde persoon. En er is dus iemand naar Nederland gekomen. Die heeft asiel aangevraagd. Ze hebben gezegd, jij mag vakantiewoning. Dan krijg je wel eens een caravan of zo. Hoe gaat het? Nou, dan mag je gewoon verblijven. En dan moet je de taal leren. Dan moet je de cultuur leren. En dan moet je naar de school. Dan moet je een baantje gaan zoeken. Nou, ja, en dan begint de ellende in Nederland natuurlijk, want hoe kom je op je werk? Via de A12 of de A15? Of wil je op de fiets of op je brommer? Nou, in Friesland kan je wel op de fiets, als je bij een boer gaat werken, dat kan loonwerker zijn. Om stront scheppen. Dag in, dag uit. Kijk, maar zo is die man hier naartoe gekomen, dat is een bepaalde persoon. En die heeft dus een voornaam en een middelnaam. Ik heet Perry Franciscus Martinus Winkel. Ik kan precies zeggen waar ik vandaan kom. Ik weet mijn paspoortnummer weet ik niet uit mijn hoofd. En mijn rijbewijsnummer weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik weet mijn mobieltje wel uit mijn hoofd. En al heel lang heb ik hetzelfde nummer. Dus er komt hier iemand naartoe. En dan is het probleem dus dat ze dan die persoon gaan zoeken. En dan hebben ze alleen nog een fotootje van hem. En dan moeten ze aan de asielzoekers gaan vragen, is dit wel de persoon die wij zoeken? Is dit de persoon die pleiten is? En dan zeggen die asielzoekers, 8 daarvan, ja, dat is de persoon die jij zoekt. Maar waar slaat dat op? Waarom
is er van zo iemand niet gewoon een dossier? Want wat kost zo iemand? Je kan wel lekker rijk lopen doen, maar als je de boekhouding in de gaten houdt, dan ben je heel snel heel erg arm hoor. En je hebt er ook een soort projectadministratie nodig. Want zaken lopen uit de hand. Je kan er met mensen, de mensen zijn erger dan krokodillen. Maar goed, zij heeft de korte, mollige man in haar hoofd. Dat gaat dus helemaal terug naar een eerdere getuigenis, dat ze dus de andere man, je hebt dus de persoon, en je hebt dan die, zijn vriend, de vriend van de persoon, en die liep dus met een korte, mollige man door Colm. En zij zag die korte, mollige man en die dacht, dat is de persoon. Terwijl natuurlijk de persoon die men op, in het oog had, of op het hoog had, in gedachten had, die was er 1,80. En dan zeggen ze, of de man met de zonnebril en het petje op Ali heette, dat weet de getuige niet. Nou, de getuige, dat verwijst natuurlijk. De getuige, dat verwijst de vriendin. Dus of de man met de zonnebril en het petje op Ali heette, weet de vriendin van slachtoffer niet. Ik kende die persoon helemaal niet. Maar wie is de man met de zonnebril en het petje? Waarom staat er niet of deze man Ali heette? Dat weet vriendin van slachtoffer niet. Ik kende die... en dus? Een doodlopende weg of zo? Zeg het maar. Zij heeft een korte, mollige man in haar hoofd. Dus die vriendin van slachtoffer zei, ik heb een korte, mollige man in mijn hoofd. En dat was volgens haar degene die de vriend was. Van wat hier genoemd was, wordt als de vriend van de persoon. Dat is de discrepantie die hierin zit. En ik weet niet wie er gelijk heeft. Misschien heeft die lange slungel het wel gedaan. Maar altijd nog met een aantal vriendjes. Twijfels. Het rechercheteam dat in 2003 aan de zaak werkt, stelt naar aanleiding van de bij het publiek gerezen twijfels opnieuw een onderzoek in naar de identiteit van de persoon. Dus was de persoon wel die asielzoeker die in de poolplaats, verblijfplaats kreeg aangeboden en alles wat erbij hoort, hè? Was dat wel? Misschien was het helemaal die asielzoeker niet. Hebben ze gewoon de verkeerde te pakken gehad. Ik ben nooit in Nederland geweest. In Nederland moet je werk. Ik niet naar Nederland willen. En dat ze gewoon, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk niet. De vingerafdrukken van de in oktober 1999 aangehouden man komen volgens de Turkse regisseurs overeen met die uit het asieldossier van de persoon. Kijk, en dat zou betekenen dat ze dus... ze hebben dus bij het... Er is dus een asieldossier van van de persoon en daar staan ze vingerafdrukken in. Nou, mooi zo. Bij de afname in Turkije was geen Nederlandse politiemedewerker aanwezig. Om helemaal zeker van de zaak te zijn, doet het Openbaar Ministerie in 2003 alsnog een rechtshulpverzoek. Justitie haalt de in 1999 afgenomen vingerafdrukken vanuit Turkije naar Nederland om ze nog eens te vergelijken met de vingerafdrukken uit het systeem van de Vreemdelingendienst. Ze komen inderdaad overeen.
Ja, die Turken die zeiden van ja, we hebben hem. Ja, dit is hem, dit is die asielzoeker. En in Nederland zeiden ze, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Controleren, controleren. Want ja, ze hadden niet echt internet of zo. Of, ja, ze heeft gehaald. Justitie haalt de in 1999 afgenomen vingerafdrukken vanuit Turkije naar Nederland. Hadden ze toen geen modemverbinding of zo? Loopt justitie zo ontzettend achter met de ICT? Maar goed, ze hebben die Turken gecontroleerd en ja, ze waren uitermate tevreden. Ze vonden het zelf ook. Het was de asielzoeker hoor, ze hadden de asielzoeker gevonden. Nou ja, kijk, de Friese politie is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Die zeggen wel ja, die Turken zeggen wel dat het die verdwenen asielzoeker is. En de overheid zegt het wel, de Den Haag zegt het wel, maar de Friese politie die denkt, wij hebben ook nog wat in de melk te brokkelen. Wij schakelen het Nederlands Forensisch Instituut in. En de onderzoekers vergelijken de televisiebeelden van oktober 1999 met de opsporingsfoto's van Ali Hussein. Van de persoon, met de opsporingsfoto van de persoon die de recherche in augustus 1999 naar buiten heeft gebracht. Moet je ook weer controleren. De vergelijking laat onder meer gedetailleerde overeenkomsten zien in een plooitje tussen de wenkbrauwen en een licht vlekje links op de kin. Ja, dat hebben dus eerst de rechtercommissaris gehad of zo en die herkende hem al van de foto. Maar nu heeft het Nederlands Forensisch Instituut hem ook herkend van de foto. En de Turken hebben hem herkend met zijn vingerafdrukken. De Nederlandse overheid ook. Nou, ja, de onderzoekers van het NFI komen tot de volgende wetenschappelijk verwoorde conclusie. De bevindingen geven zeer veel steun aan de hypothese dat de persoon op de televisiebeelden dezelfde is als de man op de opsporingsfoto's die het rechercheteam gebruikte. De resultaten geven geen steun aan de hypothese dat het verschillende personen zijn. Aldus de conclusie van het NFI. Even denken hoor. Dus de persoon op de televisiebeelden. Maar je hebt ook de persoon die bezocht is. Dat Nederlandse team was toch gelijk naar Turkije afgereisd. Van, waar is die dan? En in het bijzijn van la 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 la. En dat was niet de persoon op de televisie. Dat maakt mij uit. De beelden. Ja. Minder wetenschappelijk gezegd. De man op de getoonde opsporingsfoto is hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon als de man uit de uitzending van SBS6 in oktober 1999. De vriendin van slachtoffer moet zich wel vergissen. En sinds 1999 het hoofd van persoon abusieflijk op een verkeerd persoon hebben geplakt. Persoon die langer en slanker is, ondergaat zo een gedaanteverwisseling en wordt voor steeds meer mensen klein en dik. Hoe kan je dit opschrijven? Steeds meer mensen, dat hebben ze ook geconstateerd. Dit is dus nog steeds, we zijn bezig met pagina 10. Hè? Even goed onthouden, maar dit is dus een. Even kijken bij de vastgoedbeurs, ja. Ja, hier. Hier hebben we het over. We waren op pagina 10, hè. Dit is een blik in het dossier. Dus dat... De persoon die ze zochten, die veranderde van vorm. Ja, hier, een blik in het dossier. Dit heet dus de Wet Openbaarheid Bestuur. Justitie heeft het zo moeilijk gehad met deze zaak. Die persoon, die werd dus gewoon... Wat heb je daar nou aan? Weet je? Dus
Je bent op zoek naar de persoon, hè? Maar die persoon die langer en slanker is, die ondergaat op deze manier, hè? En dat komt allemaal door die vriendin van slachtoffer. Als die vriendin van slachtoffer nou wat beter had opgelet, hadden ze nooit de correcte persoon verkeerd gearresteerd. Want we wisten allemaal dat die lange en slanke asielzoeker, die had gewoon eventjes een treinkaartje gekocht. Voor niks. Hè? Gewoon dacht van, ik doe alsof ik een treinkaartje koop. La 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 la, treinkaartje gekocht, op de trein. En dan kwam zo'n man die formulier uitschrijven. Oh, schrijf maar een bon, maakt mij het uit. Ik verdwijn naar Turkije, via Haarlem. Ja, die hebben ze gewoon gevonden. En voor de rest moeten wij niet zeuren. En dat die vriendin zegt van, ja, dat was dat ene eikeltje. Dat is die gevaarlijke. En die andere persoon, die vriend van die lange, als die al een vriend van die lange was, maar dat was een vriend van hem. Feik Mustafa. En die zat met zijn vader in het asielzoekerscentrum. En zoals we gelezen hebben, was de gezochte, dat was de aanvoerder. En deze man, ik weet niet wat hij was, in het geheel. En kende hij Marianne Vaastra eigenlijk wel? In de zin van, kende hij haar wel? Had hij het slachtoffer alleen maar oppervlakkig gezien. Misschien wist hij iets van de sociale verhoudingen in het asielzoekerscentrum. We lezen even verder door. Eén vandaag. Dit is weer justitie aan het woord. We zijn allemaal één vandaag. Dat is hij in ieder geval ook voor de geïnterviewde in één vandaag. Dus dat betekent dus dat de persoon die zij zoeken, dat is hij, die wordt voor steeds meer mensen klein en dik. Dus steeds meer mensen gaan denken dat de persoon die gezocht moet worden, die ermee te maken heeft, dat steeds meer mensen vinden hem klein en dik. En ja, heel jammer is dat dus voor justitie. In ieder geval ook voor de geïnterviewde in één vandaag. De moord op slachtoffer is onderwerp in 3 uitzendingen van het actualiteitenprogramma op vrijdag 5 maart, zaterdag 6 maart en maandag 8 maart 2010. Ene Rob zegt namens 4 beveiligers dat in oktober 1999 door SBO6 op televisie getoonde persoon, op de televisie getoonde beelden van de persoon, niet de persoon was die de beveiligers van het asielzoekerscentrum destijds bedoelden. Dit is niet de persoon die wij kennen, zegt hij, gekleed in beveiligersuniform met onherkenbaar gemaakt gezicht en verdraaide stem. De gezochte persoon, die volgens Rob tussen aanhalingstekens, dat staat hier, ik ga hem zo duidelijk terug, kleiner en dikker is, heeft de politie volgens hem laten lopen. Wie is ene Rob? Dit is een document van justitie. Dit is een document dat heb ik gedownload van de site van justitie. Wie is ene Rob? En hij zegt namens 4 beveiligers dat in oktober 1999, blalala, wat zegt dit?
En dan gaan ze verder. In de uitzendingen van Eén Vandaag komen enkele stellingen naar voren. Persoon is op Koninginnedag gezien in kolom. Persoon is klein en dik. Persoon was betrokken bij de bedreiging van slachtoffer in de Ringo-bar een paar weken voor haar dood. Persoon was de kleine, gedrongen man die in 1999 naast een veldman in de cel zat in Noorwegen. Wie is deze anonieme Rob? En wie zijn de andere beveiligers namens wie hij zegt te spreken? Wat zijn de andere bronnen van Eén Vandaag? Wat beweren zij? En is die informatie juist? Dit is een blik in het dossier van justitie. Er wordt kennelijk dus van alles verteld op tv waar justitie het niet mee eens is. Van Ali Hossein, de persoon is, justitie zegt, ik zal eens even aflopen. Justitie zegt, de persoon kan niet op Koninginnedag gezien zijn in Kolm. Want hij had een illegale treinreis gemaakt. Justitie zegt, de persoon is lang en slank. Justitie maakt geen melding over het feit dat de persoon betrokken zou zijn geweest bij de bedreiging van slachtoffer in de Ringo-bar. Justitie ontkent dat die man in Noorwegen, dat de persoon in Noorwegen in de bak heeft gezeten. En dan stelt justitie volgens deze vragen, wie is deze anonieme Rob? Nou, als ik bij justitie werkte, dan had ik dat zo opgelost. Heb je gewoon budget voor nodig? Dan moet je gewoon even uitzoeken. Er moet eventjes iemand op die zaak gezet worden en wie is dat? En dat zoek je zo uit. Je kan gewoon langsgaan bij het asielzoekerscentrum. Het is opgeheven inmiddels of zo. Maar je weet precies wie er allemaal gewerkt hebben. Kan je allemaal even langsgaan. Even check. Je weet het zo. En of die informatie juist is. Ja, dat wist je zelf al, toch? Het zou een beetje een rare boel worden. Als beveiligingsambtenaren van het asielzoekerscentrum meer weten dan jij. Een beetje lullig achteraf, vind je niet? Staat niet goed bij... Laat ik zijn naam niet uitspreken. Om te kijken of de uitspraken uit de actualiteitenrubriek kunnen kloppen, voert de Friese politie in 2010 opnieuw onderzoek uit. Allereerst zoekt zij in het uitgebreide, tussen haakjes, digitale archief van het moordonderzoek. Ook benaderen de rechercheurs opnieuw alle mensen die in 1999 een verklaring hebben afgelegd over het vertrek van de persoon uit Kolm. Verder spreken ze opnieuw met personen die in 1999 een verklaring aflegden over de bedreiging van slachtoffer in de Ringo-bar. Nou, dat is mooi. Dus er hebben dus kennelijk meerdere mensen een verklaring afgelegd over het vertrek van de persoon uit Kolm. Nou, het lijkt mij dat het feit dat die persoon ingeschreven is in Kolm en hij is er niet meer. Ja. Dan kan je wel al die mensen gaan vragen. Weet jullie wel echt zeker of die weg is? Nou, het is nou 2010. En hij is niet teruggekomen. Weet je het zeker? Misschien zit hij wel in de caravan van Wolfgang Hebben. Ja. Oh nee, dat kan niet. De caravan van Wolfgang Hebben is afgebrand. Hij is ook een beetje een Miga aan het lachen. Hey Miga, hi jong.
De rechercheurs praten bovendien met de mensen die geïnterviewd of kennelijk geciteerd zijn door Eén Vandaag. Daarnaast is via het Internationaal Rechtshulpcentrum contact gelegd met de Noorse autoriteiten om opnieuw informatie in te winnen over de medegedetineerde van getuige Veldman. Oi, 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 oi. Nou, dan krijg je het kopje beveiligers. Na de uitzending van Eén Vandaag raak je dus vier beveiligers en die ene Rob. Zoeken politiemensen contact met de anonieme beveiliger Rob. Ze waren niet in staat om een fotootje van hem te maken. Dat kon niet. Dus, kijk, als je een fotootje, als stiekem een fotootje van iemand wil maken, dan moet je gewoon een heel klein cameraatje hebben. Dat is gewoon een soort speldenknopje. En dan doe je gewoon ergens in je uniform, prik je hem in. En die neemt gewoon op. Ja, dat ziet niemand, maar de Nederlandse politie die heeft dat soort equipment niet. Alleen wij hebben dat. Wij kunnen gewoon met iemand een gesprek hebben en dan vul je hem even. Heb je gewoon zijn picture. En dan scan je hem even door de database, weet je gelijk wie het is. Maar de politie die heeft dat niet meer. Ze hadden dus contact met die anonieme beveiliger. En die komen dus wel naar het politiebureau. Kijk, dat is dan wel weer tof. Maar ze willen dan wel met z'n drieën praten. Ze hebben echt zoiets van, man, die personen die jullie zoeken, die zat bij ons. Die is weg. Ja. Is pleiten. En die foto van jullie op tv, die klopt niet. Zoiets. Ja. Rob, de man die op televisie onherkenbaar in beeld is gebracht, heeft zelf nooit als beveiliger van het asielzoekerscentrum in Kollum gewerkt. Maar zegt dat hij de persoon kent van het voetballen. Oh jee zeg. Dus een of andere voetbaltrainer van de persoon. Die was gewoon in zijn werkuniform eventjes naar het politiebureau gegaan om te vertellen dat ook de persoon op voetballen niet meer verschenen is. De twee anderen werkten in 1999 wel als bewaker bij het asielzoekerscentrum. De mannen spraken niet eerder met de politie, blijkt uit het dossier. Even kijken hoor. Dus, dus het is weer een andere als van die andere, van de twee beveiligers en de beveiligers en het personeel en hij. En er was allemaal contact geweest met de politie, maar we zitten nu in 2010. Dus in 2010 komen er dus 11 jaar na dato. Komen er mannen die willen onherkenbaar in beeld. Die hebben nooit als beveiliger van het asielzoekerscentrum in Kollum gewerkt. Maar die ene man die zegt dat hij de persoon kent van het voetballen. Op verzoek van twee vrouwen uit Noordoost-Friesland die zich op eigen initiatief met de zaak met de zaak bezighouden, ja, gaat goed. Heeft het drietal hun medewerking aan de uitzending van Eén Vandaag verleend. Ja, ja, maar bij Eén Vandaag waren er vier bij. En nu er drie. De rechercheurs laten hen, dan zitten de mannen afzonderlijk van elkaar, foto's zien van asielzoekers en een plattegrond van het asielzoekerscentrum. Alle drie de getuigen. Aha. Dus de drietal. Alle drie herkennen de persoon van de groepsfoto die zij te zien krijgen.
Oké. Op de andere foto's, welke zijn dat eigenlijk? Herkennen zij hem juist niet. Dus op zijn pasfoto ook niet. Want hier wordt voor het eerst gesproken over groepsfoto. Eén van hen markeert een verkeerde caravan als woning van de persoon. In de betreffende caravan, nood 1, doet er helemaal niet toe, woonde in, in de betreffende caravan woonde destijds, niet 1999, een kleinere, stevige asielzoeker die deels dezelfde achternaam heeft als die van de gezochte persoon. Deze man is in 1999 opgeroepen voor een DNA-test waaruit blijkt dat zijn genetisch materiaal niet overeenkomt met de sporen van de moordenaar van het slachtoffer. Dus kortom, ze zeggen hier, ze hebben gewoon al het DNA waar ze maar de poten op konden krijgen. Iedereen die me enigszins in aanmerking kwam, dus wel degelijk die asielzoekers. Maar dat DNA dat zat niet in de sporen van Marianne's moordenaar. Dat kwam niet overeen. En dat kan dus helemaal niet, want dat je DNA niet gevonden is op het lijk, wil niet zeggen dat je de moordenaar niet bent. Ook de twee andere personeelsleden, namens wie Rob zegt te spreken, praten in april 2010 met de politie. Ze zeggen dat zij in de winter van 2010 benaderd zijn door een oud collega, maar dat zij niet wilden meewerken aan de uitzending van Eén Vandaag. Deze mannen gaan er, in tegenstelling tot hun collega's, vanuit dat de juiste persoon is aangehouden. Dus er zijn dus mensen die werken bij het asielzoekerscentrum, die zouden kunnen weten hoe dus de persoon eruit ziet. Heel veel mensen daar, inderdaad, als je met hem op voetballen hebt gezeten, je herkent hem daarna weer. Tenzij die doet net zijn baard heeft uit afgeschoren, maar... En deze mannen dus, de andere twee dus, die ene ook, en ook deze twee dus, die ene tussen aanhalingstekens Rob zegt te spreken, die zeggen, ja, het is hem echt hoor. Het is hem echt. Dus deze mannen gaan er in tegenstelling tot hun collega's vanuit dat de juiste... alias, dat de juiste persoon is aangehouden. Als ze hier zeggen, deze mannen gaan ervan uit dat de juiste is aangehouden. Dus er zijn drie mannen van het asielzoekerscentrum, die wilden anoniem in beeld komen. En voor de rest de ene Rob, heel geheimzinnig. En die zeggen, ja, het was de goeie. Het team spreekt in 2010 daarnaast nog eens met personeelsleden van het asielzoekerscentrum die in 1999 de vermissing van de persoon hebben geconstateerd en bij de politie hebben gemeld. Oké. Zij verklaren opnieuw dat de persoon die zij in oktober 1999 op SBS6 hadden gezien, dat de foto's van de persoon, maar in ieder geval dat de foto's zijn van dezelfde persoon is die rond de moord op slachtoffer verdween uit het asielzoekerscentrum. Net als in 1999 wijzen zij de persoon aan op de verschillende foto's die de politie hen voorlegt. Ja, dus ze hadden ze al aangewezen op tv, maar ook nog op verschillende foto's. Terwijl het toch duidelijk mag zijn dat als iemand moet vaststellen of ik Perry Franciscus Martinez Winkel ben, is dat justitie wel. Ik bedoel, ze hebben mijn vingerafdruk als het goed is. Vanwege dat akkefietje dingen op Schiphol, maar ver niet over hebben. We gingen op vakantie naar Turkije.
Niet alles gaat goed in één keer. Hè. Maar we zijn in Turkije gekomen. Waar we allemaal gingen. Mijn dochter boos, jongen. Het duurde dagen voordat ze weer een beetje tegen me praten. In de uitzending wordt gezegd dat ook andere personeelsleden van het asielzoekerscentrum beweren dat de politie de verkeerde persoon heeft gearresteerd. Uit het archiefonderzoek blijkt dat in 2003 twee medewerkers van de opvang bij de politie verklaren dat de man die in 1999 bij SBS6 in beeld kwam, nooit bij hen op het asielzoekerscentrum had gewoond. Even denken. Maar die anderen hadden dus wel, er hebben weer twee medewerkers. En die zeggen nee, dat was hem niet. Dus we hebben nou zes tegen twee of zo. Dus, weet ik veel, zes tegen drie. Oh, deze twee medewerkers. Ja, de man die zij voor ogen hebben was klein en gedrongen, ja. Dus. De twee spreken in hun verklaringen niet over de naam van de persoon, maar noemen hem anders. Niet uitgesloten kan worden dat zij de persoon, dat zij, kijk hoor. Niet uitgesloten kan worden dat zij de persoon die in kern van 59 verbleef, verwisselen voor die van de bewoner van Caravan Noot 1. Zijn achternaam, de laatste term van zijn achternaam, is hetzelfde als de laatste term van de achternaam van persoon en wordt net als persoon ook Turkman genoemd. Tja, erg toevallig. En waar is die kleine eikel dan gebleven? Via de voice-over column. Via de voice-over krijgt de kijker van één vandaag te horen dat persoon volgens de vriendin van slachtoffer op Koninginnedag is gezien in column. De politie zoekt in 2010 ook haar op. De vriendin van slachtoffer vertelt dat zij drie keer is benaderd om mee te werken aan de actualiteit in de rubriek en dit ook drie keer heeft geweigerd. Ik zou graag willen dat er wat rust kwam. Ik probeer telkens de moord op slachtoffer een plek te geven. Zij herkent enkele citaten die het programma... Ja, dit is dus allemaal niks. Hè? We hebben het hier over een blik in het dossier. Dus in het dossier van justitie hebben ze dus... wat ik dus persoonlijk gewoon dagelijks kan vinden op internet, hebben ze dan opgeslagen op een bandje. En dan zijn ze straks natuurlijk weer kwijt. Maar daar staat er echt dat die vriendin van slachtoffer zegt, ik zou graag willen dat er wat rust kwam. Ik probeer telkens de moord op slachtoffer een plek te geven. Flikker erop. Shit, we moeten nog met 16. Kut. Brengt wel als haar eigen opmerkingen. Ik heb gezegd wat ik in het verleden ook heb gezegd. En daar blijf ik dus bij. Nou. Als je nu geen oliebeebommelgevoel krijgt, want dit heeft ze natuurlijk niet gezegd. Regelrechte poëzie. Ik heb gezegd wat ik in het verleden ook heb gezegd. En dat blijft dus baat. Het slachtoffer van de vriendin van het slachtoffer, de vriendin van het slachtoffer, zegt opnieuw dat de persoon op de pasfoto dezelfde persoon is als de man die zij op Koninginnedag in het centrum van Kolm zag. Een getinte, kleine, gedrongen man met een bierbuikje
een petje op zijn hoofd en een zonnebril op. Was het echt mooi weer die dag? Het zal wel. Doet er helemaal niet toe. Ik wil gewoon weten wat er met Marianne Waastra gebeurd is. He, ze zou gewoon thuiskomen met de regiotaxi, neem ik aan. Waarom is dat niet gebeurd? Wat is daar misgegaan? En wie waren daarbij betrokken? Dat zou ik graag willen weten. Dat lijkt me wel. En dat is niet omdat ik mezelf wil verheffen of zo. Ik denk van ja, als ik maar weet wie de moordenaar is. Nou, die andere eikels, nou, dan voel ik mezelf een stuk beter. Ben jij gek? Ik wou dat ik het nooit gedaan had. Lul. Eikel. Ringobar. Hey, grapje. Ringobar. Ook stelt de politie slachtoffers vriendin opnieuw vragen over de bedreiging in de Ringobar in Vinklooster. Een paar maanden voor haar dood heeft slachtoffer bij de garderobe van de discotheek een woordenwisseling met twee asielzoekers. We zien drie getuigen. Die verklaren dat beide asielzoekers minimaal 1,80 meter lang waren. Nou, hoe lang was ook alweer volgens het eerste getuigenis? Oh, kut, man, terug. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ik mag niet liegen, dat is wel erg genoeg. Kijk, we zijn op pagina 14 gebleven, we zijn bijna klaar. Hè? Ja, hier. Gevonden. Terugkeren. Terugkomen uit de keuken. €1,75. En je maakt mij niet wijs dat mensen in een discotheek de lengte van iemand kunnen schatten met een nauwkeurigheid van 5 centimeter. En om echt het verschil te weten tussen 1,80 en 1,75 moet je toch ongeveer op een ruime centimeter nauwkeurig kunnen schatten. Dan schat je mis en de politie moet er rekening mee houden. En dan gaan ze gewoon zeggen, oh nee, ik kan niet hoor, want die, nou, hij is maar 1,75. En nou, volgens die getuigen, en die hadden natuurlijk ook al een paar slokjes op. Oh, maar je moet wel betrouwbaar, hè? Want dronken mensen en kleine kinderen spreken de waarheid. Nou, en die zeiden echt 1,80. Dus dat kan hem niet geweest zijn. Want hij was 1,75. Volgens de vriendin van slachtoffer. Jeez. Minimaal 1,80 meter lang waren. Slachtoffers vriendin verklaart in 2010 net als een 19. Oké. Ik moet even terugbladeren. Maar ja, slachtoffers vriendin verklaart in 2010 net als in 1999 dat de man die zij op Koninginnedag bij zijn vriend, de man bij de vriend van de persoon zag, die bewuste avond. Oh ja, dat de persoon die bewuste avond niet in de Ringobar was. Precies, de man die zij zag bij de persoon die ze zoeken, die was niet in de Ringobar. Wat doet het er toe? Oh ja, was toen met die bedreiging. Oh, tijdens die bedreiging, ik snap hem al, ja. Dus tijdens die bedreiging in Vinklooster was dus de man die zij op Koninginnedag, en dat was de laatste dag van slachtoffer, die was niet erbij toen die bedreiging plaatsvond.
volgens het onderzoek van Eén Vandaag was de persoon daar juist wel bij. Hoe kan dat? Oké. Dus de persoon, dat is de asielzoeker die echt genoeg had van de poolplaats. En denkt van, ik ga even lekker terug naar Turkije. Ik pak een gratis tuinkaasje en we zien wel wat er van komt. Lalalala. Maar die was er dus bij. Dat zijn vriend een keel doorsnijdend gebaar maakte. Dat weten we nu. Want volgens het onderzoek van Eén Vandaag was hij er dus juist wel bij. Maar hoe kan dat? Want ze hebben nou net verteld dat het helemaal niet kan. En dat is de truc van informatie verschaffen op een manier dat jij denkt, wat een hoop informatie zeg. Dus niet alleen die vriendin van Janne had het fout, maar ook Eén Vandaag. Want de persoon in kwestie, die was al lang vertrokken, die zat al lang in de trein, die was al lang bij zijn vriend in Haarlem. Ook uitsmeter Bertus van de Ringo Bar doet zijn verhaal in de uitzending van Eén Vandaag. In 1999 verklaart hij bij de politie nog dat hij geen signalement van de dreigende asielzoekers kan geven, omdat hij niet heeft gezien wat er is gebeurd. Kijk hoor. Dat klopt niet. Hij heeft alleen anderen over het voorval horen praten. Oké, dus er was dus. Hij zei in de tent. En de uitsmeter Bertus. Die stond daar dienst te doen. Maar die stond een beetje uit zijn neus te vreten. En die greep niet in. Dat soort uitsmijters ken ik. Echt eikels. Loopt een beetje geld te verdienen door alleen maar een beetje de mensen die wel aardig zijn vermanen toe te spreken. En echte eikels denken, oh, ik ben in dienst. Ik geef een checkje roken buiten, want binnen is een rookverbod. Wat een lul van een uitsmijter. Ik heb alleen maar anderen gegooid. Ik zelf sta ik altijd in mijn oren dicht buiten en dan ben ik een beetje aan het uitsmijten. Ik smijt mezelf er altijd uit. Ik sta lekker op de stoep, lekker te blowen. Ja, sigaar roken of zo. Maar hij houdt de boel dus niet in de gaten. Leuk. Mensen, niet naar de Ringo Bar gaan. Tijdens de uitzending van Eén Vandaag, in ieder geval niet als Bertus dienst doet. Tijdens de uitzending van Eén Vandaag in 2010 weet Bertus meer. Oh, godsamme, een uitsmijter met een geheugen. Hij weet zich 11 jaar na het incident te herinneren dat... Ik word er steeds beter in, zie je? De asielzoekers, die slachtoffer... in de Ringo Bar bedreigden, tussen de 1,50 meter en 1,60 meter lang waren en een beetje pafferig. Hij heeft na het incident de twee jongens als een washandjes hangend aan de lijn opgepakt en de discotheek uitgezet. Even kijken, klopt die jongens? Ja. Vertelt hij de verslaggevers. Ja, van die quotejes klopt helemaal niks voor mij. Maar 11 jaar na dato, want eerst wist ik er niks van. Had alleen maar van, ja nee, ik heb een beetje gehoord. Ja, dat was wat gezeik met die asielzoekers. Dat heb ik gewoon achteraf gehoord. Ik weet niet wie er waren, maar later. Dat was 11 jaar later. En toen kwam mijn geheugen terug. Ja, ik ben een ontzettende eikel van een uitsmijter. Hij heeft alleen anderen over het voorval horen praten. Ik zat er vier jaar. Hij heeft alleen anderen over het voorval horen praten. Staat in het procesverbaal 1999.
En dan gaan we naar pagina 15. En dan vertelt hij dus. Ze waren 1,50 en 60 meter lang. Hè? Dit is onze justitie, hè? En hij heeft dus na het incident de twee jongens. En welke twee jongens waren er dan? Is dat dan de persoon en zijn vriend? Nee, de persoon was er niet bij. Klopt. Dus wat doet het hele incident ertoe? Opgepakt en de discotheek uitgezet. Vertelt hij de verslaggevers. Een van de ruziënde asielzoekers was de vriend van persoon. Hij vertelt de politie tijdens een verhoor in mei 1999 dat hij niet met de persoon, maar samen met een vriend uit Leeuwarden, in de Ringo Bar was. Die vriend voldoet aan het signalement dat de drie getuigen de politie hebben gegeven. De vriend van de persoon zat tijdens de moord op slachtoffer achter de tralies en is uitgesloten als dader. Nou, kun jij er nog pindakaas van bakken? Ze hadden gewoon kunnen zeggen van kijk, er is een asielzoeker die ontsnapt uit een asielzoekerscentrum. Dat kan je hem niet kwalijk nemen, want hij wilde terug naar Turkije. Hij is gewoon ontsnapt. En toevalligerwijs was dat op het moment dat dus Marianne Vaastra werd vermoord. En that's it. Want tijdens dat misdrijf plaatsvond, zat deze man, misschien was hij nog aan het ruzie maken met de conducteur over, je bent niet met je gratis aan het racen. En werd Marianne Vaastra als slachtoffer toen al gekild. Weet je veel hoe laat het was? Misschien zat hij al bij zijn vriendje in Haarlem, maar hij kan het niet gedaan hebben. Niet als deze getuigenis waar is. Dus is het gewoon een asielzoeker die wilde gewoon terug naar huis. En ik heb zo genoeg van de poelplaats. Ik heb er zat van. Die gaat gewoon janken terug naar zijn familie. Dat is toch best? Niks aan de hand. En hij had zo'n eikel van een vriendje en die doet dan een beetje een keeldoorsnedend gebaar. Maar die zat tijdens de moord op slachtoffer achter de tralies. Dus waarom hebben we het over deze twee mensen? Dat kunnen geen verdachten zijn. Als de informatie klopt natuurlijk. En hoef je niet hele epistels te gaan schrijven over hoe het toch zo kunnen dat wij onze twijfels hebben. En ja, jullie twijfelen, maar dat komt hierdoor en dat komt daardoor. Ja, DNA. DNA. Zoiets. Veldman. Ook getuige Veldman, die in 1999 vast zat in Noorwegen, komt in de uitzending van 1 Vandaag aan bod. Dus we hebben het hier over het inzicht in het dossier, ja? Volgens mij gaat, ik weet niet hoeveel pagina's ik hier nou loop te citeren uit wat hun citeren uit 1 Vandaag. Dit is een document van justitie. Deze mensen, die kosten je echt. Ja, ons kost is in principe geen reet, maar ze krijgen iets van, ja, voor aftrek van belastingen, echt richting de 8000 euro per maand. In een magere maand. Dan mag je toch iets van kwaliteit verwachten. Of ben ik de enige die bier kan bestellen in Parijs zonder een klap voor zijn bek te krijgen? Hé,
Hij heeft nog altijd het idee dat zijn medegedetineerden betrokken geweest kunnen zijn bij de moord op Marjan, op slachtoffer. De politie vraagt via het internationaal rechtshulpcentrum. Oh mijn god. Oh, wat erg. Weer informatie in Oslo. God zou me raken. Ik vond het met de JSF al zo treurig qua informatieuitwisseling. En dan ook nog dit. Het Internationaal Rechtshulpcentrum. Als die Osloë klootzakken ons niet vertellen wat we willen weten, dan sturen we gewoon iemand langs met een hokbalknuppel. Na twee keer onderhandelen natuurlijk. We gaan twee keer vriendelijk praten. Dan komen we echt langs. Gaan we twee keer praten. De derde keer komen we terug. En anders gooien we heel Oslo plat. Dat is nou wel een lulkoek. Daar heb ik helemaal geen internationaal rechtshulpcentrum voor nodig. En die mensen in Noorwegen, die praten Diets. Dat lik op Diets. Daar kennen ze zo mee praat. Maar goed, ze hadden dus het internationaal rechtshulpcentrum nodig gehad. Stel ik, sukkels. En dat kost klauwen mijn geld natuurlijk. En wie betaalt zo'n internationaal rechtshulpcentrum? En wat voor een CO2-belasting levert dat wel niet op? Die mensen allemaal met het vliegtuig gaan vliegen natuurlijk. Dan moeten we internationale rechtshulp gaan verlenen in Cambodja. En dan weer in Taiwan. En overal willen ze lekker eten. En ze willen graag naar het toilet. En ze willen ook graag een schoon toilet. Ja. Jezus, wat zijn die lui CO2-neutraal. De antwoorden zijn hetzelfde als in 1999. De gedrongen man die naast de veldman in de gevangenis verbleef, is niet de persoon, maar was een andere asielzoeker. Nee, onze persoon was een asielteleurgestelde. Die zat een tijdje in Friesland. Die denkt, oké, als het in Nederland zo is, ik ben platen. Als ze me missen, ik ben pissen. En dan geeft die man eens ongelijk. Ik heb er helemaal geen probleem mee. Lijkt me beter van wel. Zeg terug naar Turkije zo snel mogelijk. En dat het dan niet gewoon kan. Waarom kon hij niet gewoon eventjes zeggen tegen het asielzoekerscentrum? Hé hey jongens, het was leuk hier, maar ik heb er nog zo van nagedacht. Ja, mijn broer moet ook binnenkort trouwen, of mijn neef, ik weet het ook niet meer precies. Maar ik dacht zo van, als ze er nou eens gewoon mee stoppen, dan kappen we er gewoon mee. En dan krijg je je caravan terug. En dan kan je lekker met Wolfgang hebben, ja, misschien dat Wolfgang hebben twee caravans wil hebben. Dat zou zomaar kunnen. En onze overheid, die geeft zo'n jongen gewoon even 1000 euro. Dan is die weg. 2000 euro voor moeilijke gevallen of zo. Gewoon iets, maar dan ben je van die lui af. Als ze toch weg willen, ja, laat ze in godsnaam weggaan. Maar hij moest dan stiekem. Hij moest dan. Hij kon niet. Echt van vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Waarheen moet je gaan? Daar komt hij dan ook achter. De Nederlandse cultuur. Dat hij denkt van gadverdamme wat een stank hier. Ik ga lekker naar Turkije. Dan heb ik tenminste zonneschijn. In plaats van de gezeik. Uit de Noorse DNA-bank blijkt in 2010 bovendien dat het DNA-profiel van de man, dat is dus de man die naast een veldman in de gevangenis verbleef, niet overeenkomt met dat van de moordenaar van slachtoffer. Als veldman op 14 april 2010 de foto van zijn medegedetineerde te zien krijgt, zegt hij ja, dat zou kunnen zijn. Maar zeker weten doe ik het niet. Het is al een lange tijd geleden. Laat hem even lekker op je inzinken. Het slaat helemaal nergens.
Want je hebt gewoon, behalve, ik wou zeggen, die gedetineerde die je hebt, is dat deze man? Daar gaat het om. Want je hebt dus een persoon en dan stuur je toch eerst een foto. En ze hebben dus eerst gecontroleerd op het DNA-profiel. Ja, dat was dus niet zo. En toen hebben ze die foto laten zien. En ja, waar gaat dit over? ...2010... bijna 12 jaar na de moord op slachtoffer, is opnieuw te constateren dat er geen aanwijzingen zijn die erop duiden dat in 1999 de verkeerde persoon aangehouden is. Ja, ik zou eigenlijk wel willen weten op basis van welke gegevens ik nou weet dat de juiste aangehouden is. Wat is er gebeurd die nacht? We hebben die Bertus, die portier, en die keek in eerste instantie de andere kant uit en 11 jaar later wist hij zich van alles te herinneren. We hebben 3 beveiligers en die wilden alleen maar onherkenbaar anoniem in beeld komen. Ook voor die ging naar het politiebureau geweest. Dan ging naar het politiebureau getuigenis afleggen zonder paspoort overleggen. Wat deden we dan? Van, nou ja, het moet die lange man geweest zijn. Ja, weet ik veel of zo. Er waren gewoon veel. Ik doe even een lamp aan. Ja, schrik. Er waren veel mensen bij betrokken. Dat weet ik toch echt voor bijna 100% zeker. Dus vaders, pas op je dochters. De persoon die na de moord op Marianne vermist werd uit het Colomer asielzoekerscentrum, is in 1999 in Turkije gearresteerd. Ja, dat hebben we al gezegd. Zijn identiteit is meerdere keren gecontroleerd. Zijn DNA komt niet overeen met dat van slachtoffers moordenaar. De persoon was niet betrokken bij de bedreiging van slachtoffer in de Ringo Bar enkele maanden voor haar dood. De 2 mannen die Marianne bedreigd hebben zijn opgespoord. Ze zijn op verschillende manieren uitgesloten van betrokkenheid bij de moord op slachtoffer. Zoals ook gebeurde met enkele andere personen die voor de persoon aangezien hadden kunnen worden. En we hebben hier een hele ingewikkelde. Dus de persoon was niet betrokken bij de bedreiging van slachtoffer in de Ringo Bar, ik laat maar voor haar dood. Ja, dat zegt niks. Zijn vriend wel. Ja, er staan alleen de vriend van de persoon was betrokken bij de bedreiging van slachtoffer in de Ringo Bar enkele maanden voor haar dood. De 2 mannen. Wie zijn dat? Ja, die waren dus met de vriend van de persoon. En de vriend van de persoon, die had een keeldoorsnijdend gebaar gemaakt. Maar kennelijk was er nog een mannetje bij. En die zou de slachtoffer bedreigd hebben. Maar die zijn dus opgespoord. Ja, precies, die ene, die Feik Mustafa, die hebben ze. En die andere dan? Zij zijn op verschillende manieren uitgesloten van betrokkenheid bij de moord op slachtoffer. Zoals ook gebeurde met enkele andere personen die voor Ali aangezien hadden kunnen worden. Voor de persoon aangezien hadden kunnen worden. Wie zijn dat dan? Daar weet ik helemaal niks van. Dus dat probleem dus, wat ze dus hadden. Die asielzoeker die kreeg er genoeg van en die denkt van ik ga weg naar Turkije. En dan komt hij op tv en dan zegt iedereen hier in Nederland van nee, dat is hem helemaal niet. Wie is hele andere? Maar dat is dus toch met meerdere mensen gebeurd. Pff. Nou.
De wat gezette kleine Irakees die naast getuige Veldman in een Noorse gevangenis zat, is niet de persoon. De identiteit van deze Irakees is vastgesteld. Zijn DNA is met dat van de moordenaar van slachtoffer vergeleken en hij valt op geen enkele andere wijze aan te merken als betrokken. Zijn DNA is met dat van Marianne's moordenaar vergeleken en hij valt op geen enkele andere wijze aan te merken als betrokken. Maar dat klopt op zich wel. Het feit dat je in de bak zit samen met iemand die Veldman heet. Ja, waarom zou je dan wat mee te maken hebben? Wel is het zo dat die meneer Veldman beweert dat deze jongen, dat diegene die naast hem in de cel zat, dat hij ook ten tijde van de moord, omstreeks die tijd, verbleef in de poolplaats. Poolplaats, dus bij Colm. De man met het witte petje, bierbuikje en zonnebril, die slachtoffersvriendin op Koninginnedag door Colm zag lopen en die zij 4 maanden later meende te herkennen van de opsporingsfoto, was niet de persoon. Het was iemand die wellicht slechts qua gezicht op hem leek. Zo werd Ali klein en dik. Maar wie was die persoon dan? Wie was de man met het witte petje, bierbuikje en zonnebril die slachtoffersvriendin op Koninginnedag door Colm zag lopen en die zij 4 maanden later meende te herkennen van de opsporingsfoto? Wie is die man? Het was dus niet de persoon. Maar wie was die dan wel? Hoe heette die? Piet of zo? En dit was echt de laatste pagina, hoop ik maar. Ja, het is op. Gelukkig. Ik ga dit ding uploaden. En ik ga dit document weggooien. Ik word er echt helemaal ziek. Maar tegen jullie, mijn lieve vrienden,